Ashley is best wel favoriet bij heel veel anderen, maar ik vond Jimmy T, vond muziek vond ik wel leuk. Maar vandaag gaan we naar muziek toe, dat heel ontspannen is. En eigenlijk een van mijn rustgevende lievelingsdeuntjes is. Ik heb er nou al zin in. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play WarioWare Smooth Moves. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we dus bij Ashley geweest, hebben we een score in kunnen zetten van 52. Ik ben nog steeds heel erg blij op de Jimmy T die we hebben kunnen zetten. Maar nou gaan we dus naar Dribble en Spitz. Dribble en Spitz, leukste muziek ooit, maar de cutscene, ja, redelijk. Maar het gaat om de muziek dadelijk. Maar goed, ik ben even stil. Lijkt op een cartoon dit, dus waarom niet. Miauw. Tomorrow Hill. Dat is trouwens ook het nummer wat jullie dadelijk horen. Ondertussen bij de taxi. Well, would you look at that. Today turned out nice after all. Great day for a drive. What did you say? Ik ga er gewoon vanuit dat die hond alles zegt. Excuse me. Can I get a ride? Nou, vooruit dan. Where are you heading? To Tomorrow Hill. Alrighty then. Ruff. Terrible voice acting. I'm on it. Nou, laten we de motor maar starten. Je uitlaat zit een beetje los. Lichten die doen het allebei. Hartstikke goed. Even goed drive. And here we go. En dan komt de muziek, jongens. Ik ben even stil. Moet je het nou weer onderbreken? Turn the form baton sideways and clutch it from below in your right hand. True masters exhibit a firm grip and an exaggerated grimace. Man. En die muziek is geweldig. Alsjeblieft. Dat wordt dan 5 euro. Totale kippenkorten. Ik bedoel, waarom ook niet? Heb jij nou je bakje leeggegooid, Melon? The Mohawk. Ah. Point the tip of the form baton forward. Dan moet ik hem op mijn hoofd gaan gooien. Maar dan richt hij echt niet. Ik hoop niet dat dit op een point and click iets is, want dat gaat hem niet worden. Shameful and forbidden. Oké, nou, ik ben best. Hou hem gewoon zo. Wat gaan we doen? Die muziek. Ik heb een Pikachu gewonnen. Yay. I guess. Nou, dan moet ik eigenlijk wel eventjes naar Melon toe, want die heeft volgens mij een voedingbakje omgegooid. Oké, even richten. Niet te veel, niet de zoetigheid, hè. Haalt de smaak weg. The janitor. Hold the form baton with both hands as you would a mop. The right hand represents order, the left, filth. The form baton is the bridge between the two. Oh, echt waar. Dankjewel voor het uitleggen. Here we go! Oké, waarom moest ik hem slaan met een knuppel? Dat slaat nergens op. Oké, wat gaan we nou doen? Hutsch! 128 miles per hour, ik geloof er niks van. Zo goed ben ik ook niet. Oh, gaan we weer. Moet je zelfs gaan squatten nou. Dat wordt echt gewoon een morning routine ondertussen. Dankjewel, Kitty. Dankjewel. Dankjewel dat je blij bent dat ik het schoon heb gemaakt. Dankjewel, Kitty. Dankjewel. Sta ik op prijs. Sta ik ook op prijs. Oh. Hoi! Deze minigames die kunnen wel lastig gaan worden. Oh, de janitor, gaan we. Ja, hey! Ja, hey! Ja, hey! Ja. Oh, oké. Wat gaan we doen? Eten!
Tenminste, ik nam aan dat ik dat moest doen, omdat hij hield de vork boven zijn hoofd. Oké, oh god, een bos steeds zo. Oké. Wat gaan we doen? Jump! 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 Oh. Switching forms. Oké. Okay. Yeah. Deze hebben we al een tijdje niet gehad, waarom ook niet? Oh, shoot down. Point. Ik schiet benamen. Yeah. Oh, defeat. Oh boy, waar is dat? Waar is dat? Dat is een gigantische neus. Wat een neus! Waarom moet ik bananen in zijn neus schieten? Waarom moet ik bananen in zijn neus schieten? Oké. Kom, laten we bananen in zijn neus schieten. Ah, Tomorrow Hill, we zijn er. Here we are. Hey. Ze was een alien. Leugens. Oké, dat zie je ook niet elke dag. Ik weet zeker dat ze nu op kantoor... Hey! She didn't pay for the fare! What? Oké. Vervelend, maar we gaan weer een recordje zetten. Dus laten we eens kijken hoeveel dat we van dat leuke muziekje kunnen genieten. En het grappige is, luister goed op het moment dat ik een keer een fout maak. Dan moet je goed luisteren naar de muziek. Ik hoop dat ik er stil ben, dat je het goed kan horen. Maar er gebeurt dan ook nog eens een keer iets in de muziek, want deze muziek blijft eindeloos doorspelen. Maar dat zullen jullie ook wel zien. We beginnen weer met de Mohawk. Waarom niet? Oh. Tos! Hadouken! Pro voetballer. Oké, wat gaan we nou doen? Tafeltennis, altijd leuk. Nou wordt de muziek ook niet onderbroken door zo'n saaie, langzame stem. Oh, blijf gewoon stilzitten! Oké, wat gaan we nou doen? Oh, jij wil, nou, niet te veel. Niet te veel. Half theelepeltje. Oh, janitor weer. Ja, hé! Hey. Snor een model brengen. Dus ja, ik moet zeggen, deze die zijn heel erg. Sorry Miranda, is het niet geworden. Als Miranda deze video zit te kijken, die denkt bij zijn eigen van ja, nog wel wie dus. Spa daarentegen, die zou het echt niet. Oh, hoi. 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 Langzaam dan. Kom dan. Oké, nee, ik had hem in ieder geval. Hier. Het leukste is eigenlijk als je daar de ja, hé op krijgt. Ik zo, ja, hé. Hey. Waarom sla je mij? Verdorie. Oh, nee, hi. Dinner. Die wordt heel moeilijk, dat weet ik van hem. Ik bedoel, deze hebben we zo vaak gedaan omdat we de muziek zo geweldig vonden. Je hebt een hele lange arm, maat. Dat is wel handig bij partijen, als je dan zo gaat zwaaien van hallo, dan gaat hij helemaal door het dak heen ondertussen, weet ik veel. Dus ja. En dan echt zo'n blije muziek. Dan denk ik van die blauwe, van die blije katjes. Oké. We ontvoeren, rotzooi. Het is nieuw, het is mode. Oh, we gaan weg, Mohawk. Oké. Oh boy. Dit wordt een ramp. Aangezien dat ik hier constant bij moet springen. Ik weet niet of dat vervelend geluid gaat geven in de microfoon. Oké. Jump, jump, slide, slide. Ik was te laat. Zie, dat gaat problemen geven. Nou, alle leven kwijt. Let's pose. I am. Come on. Oké. Nou, we hebben wel een level up, maar we zijn er wel een leven door kwijtgeraakt. Dus laten we nou maar proberen, want 62, het is een hoog nummer wat we moeten halen. Oh. Kun jij gewoon ook stil? Ik bedoel, wie gaat er in de zon liggen op zo'n manier? Waarom zou je überhaupt in de zon gaan leggen? Oké, maakt niet uit. Oh, je hebt twee nagels. Dat kost wel wat extra. Oké, we hebben nog meer. De dumbbell. Hier.
Hier! Een beetje terugslaan, niks ervan. Oké, we gaan naar doen. Oké, games zijn moeilijker geworden. Dat is wel spannend. Oké, wat nou? Een spikeball? Waarom zou er een spikeball in voetbal? Oké, ik moet echt stoppen met logica's te zoeken in deze game. Oh, jij werkt er niet goed, dus... Oké, dan moet ik echt langzaam doen. Hij doet daar wel goed. Mooi. Seems away. Mijn mandarijn! Oké, die slaat meer ergens op. Die slaat meer op als dat je gewoon willekeurig iemand in één keer een knal geeft. Captain Jack Sparrow! Jammer ja, ik ben sterker. Met mijn Wiimote, die nog geen 10 gram weegt of zo. Weet ik hoeveel dat zo'n ding weegt. Sterf. En zie ik die sterretjes eruit gaan. Oh. Sommige dingen gaan wel erg ver. Oké, we hebben nog meer. Oh, nee! Ik was te vroeg! Nee! Oh, nummer gaat in één keer zo vals op mijn zijkant. Oké. Ik moet een leven terughalen. Dit gaat anders heel erg fout. Oké. En ja, deze muziek die klinkt ook zo op het moment. Oh, hoi. Voedsel. Disturbing, maar voedsel, alsjeblieft. Oké. We moeten leven terughalen, jongens. We gaan het gewoon doen. Dus op tijd springen. Gewoon alles op tijd. Oké. Get through it. Dat maakt zelf wel uit. Oké. Jump. Here we go. And here we go. Oh boy. Wat nu? Squad. Bukken. Bukken. Oké, we gaan naar de olifant. Dit gaat goed. Ga ik er even bij zitten, jongens, want anders richt hij niet goed. Met de neus. De neus met N-E-U-S. Ik moet er even over nadenken hoor. Dan gooi je een kerst in je neus. Wat doe je er tegen? Oké. We hebben een leven. We zitten weer terug op 3. Ik ga ietsje losser doen, want het is een beetje moeilijk om zo mijn pols te draaien af en toe. Om de vormen goed te doen. Dus je wil hem een beetje aan de losse kant hebben. Maar ja, niet tot hij echt af kan glijden. Hou er wel rekening mee. Elegant. Is het niet zo? Ja, ik weet niet. Ik weet niet. Is het zo'n beetje zo? Een beetje... Ik weet niet. Ik ben er niet bekend mee. Mohawk, gaan we weer. Oh. Dat ging maar net goed. Je moet niet nieuwe games erin gaan gooien op het moment dat we op fase 3 al zitten. Hoi. Ding weegt echt nog geen 10 gram hoor, dus. Oké, maakt niet uit, goed. Oh boy. Te vroeg. Die is klein! Don't join me! Melanie heeft echt zoiets van, T-Rex! Tuurlijk! Logica's! Hoe niet zit? Ingesmeerd met boter! Jongen, je krijgt een rematch. Ik heb je al verslagen. Stop met terugkomen. Shift F7, kom niet meer terug. Shift F7. Maakt niet uit. Oh, hoi. Oké, dankjewel dat je gelijk in de straal liep. Klein mannetje dat nou weet ik voor waar naartoe gaat. Dat is raar! Oké. Dankjewel, kat. Dankjewel dat je me voor de gek houdt. Dank je. Stel ik op prijs. Oh, gaan we weer hoor. Nee. Oh. Nou, we hadden goed weer balletje nog. Ik hem nog niet terug te slaan. Oh, Janitor. Wat gaan we nou doen? Hit it. Njoink. Die vent die staat er echt zo. Je raakte die bel nou zomaar. Oké, nou. Ik heb geen tijd om daar eigenlijk iets van. Oh. Oké, die zijn voorbij. Ik kreeg de andere kant op. Yay. Hij gaat lekker. Ja, dat mag met één hand dit. Oh, nog 3 seconden. Kijk. Die is vermoeiend. Niet echt. Oh. Ja.
Hij richt niet. Hij richt het niet. Oh boy, nog maar één leven en we moeten de 62 minimaal halen, vind ik. Oh, dit gaat fout. Ah, de appel. Ah, nee, we zitten op 42. Ah, weet je wat, dan doen we gewoon nog een bonus erachteraan. Als penalty doen we er nog een bonus achteraan, waarom ook niet? 41, jeetje. 62 hebben we hiertoe gehaald, omdat we vonden dat deuntje zo leuk en we hebben dit zo vaak gedaan. Maar goed, we gooien er nog even een bonus achteraan. Lijkt me wel gezellig, anders is het wel heel kort. Wij gaan tower tennis doen. Tower tennis, die gaan wij rustig doen op een zittende positie, omdat je moet goed richten. Je wil hier eigenlijk een beetje de pincher vorm gebruiken. Ik hoop. Want je moet namelijk hem vasthouden zo. En het balletje moet omhoog. Dus eigenlijk een beetje een moderne vorm van pong. Tenminste, ja. Oké. Heel voorzichtig. En die blokken die moet je dus breken om ervoor te zorgen dat het balletje er doorheen kan gaan. En jouw hand natuurlijk ook. Oké. En deze muziek is awesome trouwens. Sommige blokken moet je twee keer raken. Sommige blokken drie keer. Zoals deze. En je moet die blokken breken, want anders komt jouw paddel die komt er anders niet doorheen. En volgens mij zwarte blokken kon je niet breken. Oké, heel voorzichtig. Kijk of ik een goede score kan halen. Oké, omhoog. Oh. En ja, als een balletje valt, dan is het spelletje natuurlijk afgelopen. Oh, oh. Ah, er zat er nog een muur. Oké, je moet dat breken. Oh boy, dit is lastig. Wow, snijvogels. Oké, balletje die kant op. Dit gaat goed. Oké, gelijk een opening maken daar. Oh. Gewoon een goede opening maken. Goed zo. Ja, sluit je die ook nog even kapot, ja. Ik bedoel, blokken geven niet extra punten of zo. Dus het gaat er niet echt om hoeveel blokken dat je breekt. Het gaat er om de hoogte die je haalt. En ja, het is autoscrolling. En ah, wat een mooie... Oh, wat is dit? Wat is dat? Kom daar inboeien of zo? Oh. Oh, nice! Oh, die muziek gaat snel. En natuurlijk faal ik dan op het moment dat het zo'n simpel pluntje daar was. Nou ja, 214, ik vind het niet verkeerd. Ik zal eventjes dichter bij de microfoon komen. Dan horen jullie me eens beter. Maar ik vond het niet verkeerd. 214, high score, niet slecht. Je kunt dat zeg maar, 214. Peter heeft daar de 37 gehad. Dus ja, je kunt wel met, als je met meerdere vrienden speelt, kun je wel ieders account kun je wel vergelijken. Nou, Kenshooter en Blockstar, dat doen we voor een volgende keer. Maar voor de volgende keer hebben we Penny. En Penny is nou niet een van mijn favorieten, maar dat maakt niet echt zoveel uit. Maar die bewaar ik voor de volgende keer. Dus heb je een leukste momentje, laat het weten in de reacties als je er tijd voor hebt. Laat een like natuurlijk achter als je daar ook de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!